Ik weet wel wat het is, want ik weet dat ik dit keer besteld heb. Het is iets moois. Ja, ik zal het pakketje laten zien, maar ik moet eerst even uitkijken voor Elving. Dit is het pakketje. Het is wat groter dan normaal. En wie is dit? Voor mijn meisjes. Dat is dit. Nou, dan lussen ze ook wel. Onderkoekjes. Lussen ze wel. Ja, dan heb ik tenminste weer nieuw wanneer de bus weer leeg is. Ja, ik mis wat. Ja, mijn oorbellen. Ja. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Weestewol. Ja, en het is vandaag alweer reeds zaterdag de 18e. Ja, 18e van de 2e, nog steeds. 2023, ook dat nog steeds, en we leven om 1:05. Ook dat nog eens een keer. Ik ga zo lekker met de hondjes even lopen. Ook heb ik een pakketje binnen, daar kom ik straks op terug, want mijn meisjes gaan eerst voor en dan pas het pakketje. Ik weet wel wat het is, want ik weet dat ik dit keer besteld heb. Het is iets moois, ja. Ik zal het pakketje laten zien, maar ik moet eerst even uitkijken voor Elving. Dit is het pakketje. Het is wat groter dan normaal, als jullie gewend zijn van mij. Dus ja, dat dus. Nou, ik ga dus zo eerst naar buiten toe. En ik had Karin al een appje gestuurd, maar die slaapt denk ik nog. Het is 10 graden, maar de gevoelstemperaturen waren 6 graden. Nou ja, oké, maakt allemaal niet uit. We gaan er gewoon weer voor. Hé meisje? Jij? Oei. Dus ja, dat dus. En ik moet ook vandaag zien dat ik boodschappen krijg. En daarom heb ik Karin al of ze wakker was, maar nog een Nintendo. Nee. Ja, en als ik buiten iets zie, ja, dan ik heb deze toch bij me. Dus ja, kan ik altijd filmen en ik moet deze leeghalen, want deze raakt ook overvol. Dus ja, dat moet toch allemaal even gedaan worden vandaag. En vanavond natuurlijk weer een vlog in elkaar zetten. Dus wel weer een hoop te doen. En ja, met niks doen kom je er niet, hè. Nee, dan krijg je ook geen eten in huis. Je zal het toch moeten halen. Ja. Dus, maar ja, iedereen heeft dat. En je hebt ook mensen, ja, die laten het doen. Nou ja, dat ga ik niet doen, dat doe ik zelf, ja. Dus ja, ik zou zeggen, geniet gewoon van jullie dag en geniet een beetje met ons mee. Dat zeg ik er gewoon van. Dus ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, nou, ik heb het pakketje op mijn schoot. Ja. Ja, ik moest de camera ook legen, weet je. Dat moet ook allemaal gedaan worden. En nou, hij is nou leeg, dus tenminste op eentje na van begin van de middag. Wat moet jij nou weer? Is er niet een jouwtje van mij? Hoor? Ja. Maar in ieder geval. Ik heb de zakken natuurlijk geopend. Dat is één. Huppata, even tafel. Voilà. En dan zit er natuurlijk in nog weer een zak. Die heeft een ritssluitingtje. Ja, net zoals de hondenvoer. Kijk, zit zo'n dingetje op. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Ja. Nou. Maar er zit een draadje tussen. Het is niet goed schoongemaakt. Gaat goed met ze. Ja, maar niet heus. Oh, had ik vroeger moeten doen. Dat ik
dat werk deed. Ik heb op naziërs gezeten vroeger. En als je iets hier goed schoon had geknipt, nou, dan zwaaide er wat, weet je. Want dat moet je, dat mag je zo niet afleveren. Kijk dan. Dat mag niet. Maar ja, in ieder geval. Dat gaan we allemaal schoonknippen. Want dat wil ik natuurlijk niet hebben. Oh, dat valt wat. Nou ja, dat is een bandje. Een veter. Eigenlijk, want het moet... hier komt een... Van voren komt er een ja, dat moet veteren. Hoe noem je dat nou? Hè? Ja, een koordje. Ik weet niet of jullie dat zien, maar kijk. Eens even kijken hoor. Nog niet zo ook. Gaat allemaal goed, maar niet heus. In ieder geval, aan de voorkant zitten ringetjes. Nou, ik geloof dat jullie dat nu wel kunnen zien. Ja, nou, en daar moet het koordje door. En dat moet ook boven hier vastgestrikt worden. Oh, ik heb het zo koud, mensen. Oh. Ja, er is eventjes... niet dat ik muziek voel, nu niet. Ondanks dat ik het koud heb. Maar ik heb me er net wel goed beroerd gevoeld. Dat ik op de wc zat. Ja, grote boodschap wat niet lekker was. Dus ja, dan weten jullie wat er aan de hand is met mij. En dat is niet zo fijn. Nee. Waarom doen ze dat koordje er dan niet gewoon al doorheen? Dan moet ik zitten te peuteren. Gaat goed. Nee dus. En ik had Karin al wel verwacht, maar ook die is nog niet gearriveerd bij mij. Nee. Gaat die daar weer in? Kom op. En dan wil ik ze gelijk hebben mezelf. Kom, 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 kom. Ja. Gelijk, gelijk, gelijk. Gaat die kant op en die kant op. En dan moet die daar weer in. Oh. Hup, jij daar naartoe. Oh. Gosje, en ik zou vandaag boodschappen gaan doen. Nou, ik zit er niet van zitten. Oh, ik heb het zo koud. Maar ja, de dag is nog niet voorbij, hè? Nee, de dag is nog niet voorbij. Oh. Dat bandje bestaat uit twee delen. Ja. Twee delen. Nou, dan moet die kant weer op. Even zien. Moet die er overheen en die er onderdoor. Het is wat om dat te rijgen, toch? Ja, dan moet je zelf zitten te rijgen. Als ik ze in de winkel hangt, dan behoort het klaar te zijn. Ja, die komt weer ergens anders vandaan dan een winkel. Ja. Van een of andere site. Nee, niet AliExpress en ook niet bij Wish. Nee, hier komt Karin weer mee aan. Nou ja, oké. Prima toch? Ja, ik weet het anders ook niet hoor. Eventjes, Oh, Sambriosia, jela, hela, la 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 la. Ik wil dat allemaal gelijk hebben en dan moet die, gaat er iedere keer overheen. En dan moet, nou die, weer daar naartoe.
Ja. En dan gaat die er weer overheen, daar naartoe. Jeetje Maria. Maar je bent toch weer gek, want het is 3 minuten over hoor. Weet niet. Ja, die is er weer overheen. Ik wil die er iedere keer eroverheen hebben, deze. En die gaat er onderdoor steeds. Ja, die gaat die kant weer op. Even goed leggen. Komt u maar. Weer daar naartoe. En door dat naadje hapert het af en toe. Er zit natuurlijk een naadje in, zei ik net. En dan, bij dat naadje gaat het even wat ietsje moeilijker door het ringetje heen. Nou ja, pech. Die weer daar naartoe. Hup. En die weer daar naartoe. Komt u maar, die wil willen. Ook dat hebben ze niet goed afgewerkt, zie ik. Jeetje. Kijk. Dat hebben ze niet dichtgenaaid en ook niet af. Oh, gezicht zag niks. Dat kan rafelen tot de met. Maar ja. En evengoed 30 euro, hè. Dat moeten ze toch fatsoenlijk kunnen doen, vind ik. Wie ben ik? Ik had vroeger hier in Den Helder, toen was ik nog jonger, woonde ik nog thuis. Ik heb een atelier gezeten. En dat was ook eigenlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen, het leek wel een lopende bandwerk. Want er stonden een heleboel naaimachines. Stonden er achter elkaar, met tafels natuurlijk. Er zaten en ruimte ertussen, want iedere naaimachine had natuurlijk een persoon. Maar deze rij, die deed me... Ik deed in ieder geval de rechterpanden erin of de rechtermouwen erin. En dan ging het die kant weer terug. En die deden de linkerkant van de blouse erin, weet je wel. En, maar degene die er het laatste zat, die moest alles schoonknippen. Ging alles na. Nou ja, dat behoor je dan toch te doen, denk ik. Ja, en niet op deze manier. Nou, ik ben bijna klaar, maar het lukt even hier niet wat ik wil. Die moet er weer overheen, deze moet er onderdoor. Kom op. Voilà, de doorheen zeg ik. Komt u maar. Goed zo. En die weer hebben en die gaat er over. Verheen. Ja, komt u maar. Goed zo. Ja, het naadje weer. Zo. Nou, hup. Barber druk. Ja, het kan ook best wezen dat die onder had gemoeten. Ik weet het niet. Die strik. Moet het eens even bekijken. Dan moet ik het weer helemaal herhalen. Ik heb nou de strik bovenaan. Nou. Ik ga even erbij staan. 1 en 2. Het is dus net punten naar beneden. Allemaal lange punten.
En dan hopen dat ik hem pas. Het is een XL, dus dat zal haast wel. Het is me nou te koud. Tenminste, ik heb het koud, laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat het koud is, ik heb het koud. Ik vind hem wel verder hartstikke mooi. Ja. Maar ik ga nou ja, hij moet schoongeknipt worden. Nou, en dan heb ik die ketting er natuurlijk bij, die ik van de week al bijna had. En ik heb ooit die kruisoorbel gekocht met een kettingje over mijn oor heen. Die doe ik er dan ook bij. Nou ja, leuk. Maar ik vind die rafels niet leuk. Nee. Die dingetjes, die draadjes, boel. Nee, dat ga ik afknippen. Ja, dat vind ik niet zo netjes. En voor die 30 euro, ja, had het makkelijk afgehaald kunnen worden. Toch? Vind ik van wel, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Ik weet niet wat ik ga doen, want ik voel me lang niet in orde. Zo in ene, mijn buik weer. Ik weet het niet. En ik heb het toch koud. Ik heb me getemperatuurd. Ja, 36,5. Ik zou haar zeggen koude koorts. Maar ja, daar trap ik niet in. Nee, ik heb nooit geen koorts. Nee, als ik ziek ben, heb ik nooit geen koorts. Ook toen met die corona gedoe. Nee, dan ben je zo ziek als een hond, hè. Maar koorts heb ik niet. Nou ja, even zien wat ik heb op de computer. Wat is dat? Kun je dat eten? Benieuwd of hij dat voor elkaar krijgt. Ze houden allemaal de hand boven elkaars hoofd. Weet er alles van. Ja, tuurlijk. Ja, ik weet het. Dus, maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Gaan wij ook even goed proberen en ik zie wel waar het schip stranden mag. Ja, ik weet niet of Karin nog komt of ik die zie, ja of nee, ik weet het allemaal niet. Nee, ik hoor momenteel, ik hoor momenteel niks van haar. Nee, ik had van een andere vriendin. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ze heeft wel gelezen, want ik heb ook geschreven van dat mijn pakje binnen is. Nou, dat heeft ze gezien. Maar gereageerd heeft ze niet. Ik denk dat ze weer in slaap is gevallen. Ik belde zo meteen wel even op of zo. Ja. En ik ga de kachel weer aan doen. Want omdat ik het koud heb. En het koelt hier misschien ook af. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet een beetje met ons mee. Doei. Zo, lieve vrienden. Ja, jullie zien het. Ik heb het anders aan. Het is geen nieuwe dag. Maar ik had het zo bitter koud. Ik kreeg het niet warm, dus ik ben naar boven gegaan. Ik heb mijn trui, die hing nog op het droogrekje, die was schoon. En ik heb een blouse gepakt. Ik heb eerst die blouse aangetrokken, mijn trui eroverheen, mijn vest eroverheen. Want ja, alle magisch, wat had ik het koud. Ik heb mijn koffie opgedronken en ik ben naar de FOMAR gegaan. En een tas met boodschappen, die staan nou hier. Ik heb het niet ingepakt, want ik was bij die servicebalie en daar kan je niet tegen werken, hè? Hoe dat daar gaat. Dus ik heb het in laten pakken, dus ik hoop dat ik het er een beetje goed uit kan halen en dat gaan we nou doen. Nou, ik heb deze brood weer. Hij is dus wel duurder geworden, 1,39. Nou, dat is een dubbeltje duurder dan het was. Het was 1,29, ja. En dan hoop ik, ja, gewoon de normale dingen zitten erin, wat behoort. Nou, ik heb er 2 meegenomen. En dan hoop ik dat mijn eieren niet kapot zijn gedrukt. Ja, want er ligt brood bovenop de eieren. Dat is niet goed, hè? Die zijn nog heel. Dat zijn er 12 stuks voor €4,19. Ja? Oh. Vreselijk.
zo duur. Ik snap dat niet. Het is nergens nodig voor. Want die klootzakken, die, sorry mijn woordkeuze, oei, die lui daar in de ratten, laten we dat maar zeggen, in Den Haag. Die hun schuld is het. Die voeren het op, hoor. Ja. Mijn zonnebril. En mijn handschoenen. Het zijn mijn handschoenen. Ja? Moet jij ze over je oren heen? Nee, toch? Nee, ja? Nee. Je hebt geen oorwarmers nodig, hè? Nee. Dat heb jij niet nodig. Nou, ik zat zonder koffiemelk. Omdat die José, die mij een schop in mijn rug heeft nagegeven, 2 kuipjes melk nodig had. En zo sterk maak ik die koffie niet. Ze had, net zoals ik, een afgestreken theelepeltje koffie in haar kopje. En ik drink zwart. Dus ja, ik weet niet. En uiteraard een zakje met snoepjes in. Die gaat daarom in. Mijn capuchon die zit niet goed, dat doet zeer. Maar ja, in ieder geval. Die had ik gisteren alleen gemaakt, dus die zit ook hier al in. Ja. Een Bounty. En voor wie is dit? Voor mijn meisjes. Dat is dit. Nou, dan lussen ze ook wel. Hondenkoekjes. Lussen ze wel. Ja, dan heb ik tenminste weer nieuw wanneer de bus weer leeg is. Nou, dat gaat alweer aardig die kant op. Nou, dan heb ik voor mijn poesenbeestje, mijn kereltje, heb ik ook weer een doos vlees nat voor. En dan hebben we 2 soorten kaas. Is ook hartstikke duur, over de 4 euro. Exacte prijs weet ik niet, dat moet ik op de kassabon nakijken, maar... Ik moet het wel hebben, want ik eet al geen boter. Dat is mijn boter eigenlijk. Ja. Ook voor de meisjes, hè. Voor onderweg weg. Ja, en die kan hier ook. In de la. In de la 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 la. In de la 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 la. En dan hebben we 2 flessen. Frisdrank. Nou ja, jullie weten wel welke ik dan drink. Ja, hoef ik niet uit te leggen. Nee. Nee, dat hoeft niet. Ik moet die. Hup. Dan kan die daar. Wat leg ik daar dan nog? Oh ja, dat weet ik. Dan heb ik even een nieuwe mozzarella gehaald, maar goedkopere. Want ik zag gisteren bij mijn Pokeball, zou ik wat mozzarella doen. Maar dat was allemaal, kon ik weggooien. Dus ik heb nou even goedkoper genomen. Ik denk dat is toch ook, het staat er toch bij, het staat erop. Dus waarom moet ik die dure erop nemen? Dat vind ik helemaal niet nodig. Nee. Zo vaak eet ik het niet, dus we leggen dat daar even neer. En dat gaat naar boven in de emmer van Gandalf. Ja, dit moet naar boven, dus voor Gandalfie. Ja, dat gaat naar boven toe. Dat is droogvoer voor Gandalf, voor boven. En dan heb ik hier beneden... Heb hij ook een zak voor met een blauwe band en dit is met paars. Dus 2 verschillende. De smaak is, ja, blauw was er ook trouwens niet eens. Wat vind ik met deze? Ja, dus die zet hij daar neer. Dan is die tas leeg. Dan ga je kijken. Zo. Waar is ze nou? Doet de vrouwtje nou? Hé? Wat deed vrouwtje nou?
Een potverdikje. Ja, potverdikje. Wat deed ik? Was dat niet leuk? Hi. Nou, moet jij ook kijken? Rijka, kom dan. Moet je ook kijken? Kom dan. Nee? Wil jij niet kijken? Wil jij niet kijken? Nee? Niet kijken? Nou, dan niet. Hoeft niet hoor, schat. Nee, hoeft niet. Je hoeft dat niet te zien hoor. Als je het niet wil, nee, is niet, hoop, niet nodig. Nou, die tas kan opgeruimd worden. Hup. Hup, 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 hup. Barber terug. Zo. Ja, gaan we die even opruimen in de kast. Voilà. En dan ga ik dat even opruimen, lieve vrienden. Ja, en dan komt het wel goed. Ik heb een Noord ingenomen. Blij dat ik van mijn broer dat potje heb gehad. En dan hoop ik toch dat die buik weer overgaat. Ja. Ik voel me niet echt momenteel happy. Ik ben wel vrolijk, want ik heb geen hoofdpijn, niks. Het is enkel mijn onderrug en mijn buikje. Ja, nou dat gaat er samen, hè, want het zit aan elkaar vast. Ja. Ja, hè? Ja. Ja, nou, of niet dan? Heel lief. Heel lief. Ja? Moeten jullie wat lekkers? Moet je wat lekkers? Moet je wat lekkers dan? Moet je die kop ook zien, hè? Moet je wat lekkers? Ja? Moet je wat lekkers dan? Moet je wat lekkers? Moet je wat lekkers? Moet je wat lekkers? Moet je wat lekkers dan? Ja? Zullen we pakken dan? Ja? Moet ik er even bij, hè? Anders kan het niet. Natuurlijk, ja, het zal dit zo wezen. 1, 2, hup. Even wachten. Kijk, dat zit er nog in. Gaat eerst Rijka krijgen. Hup, weg. En dan krijgt Elwing. Hup, en ook die vliegt weg. Ja, dat zijn mijn meisjes, hè. Dat vinden ze lekker. Ja, waarom ook niet? Zo. Nou, even samen met jullie. Zo. Dus ja, dat dus. Dus ik zeg gewoon genieten van jullie. Ik weet niet hoe laat het is. Moet ik even naar de computer. Gaan we naar de computer. Ja, het wordt al aardig donkertjes, hè. 17:37. Dus ja, 7 minuten over alle 6. En dat is het. Nou ja, mooie tijd. Ja. Ik ga denk ik nou niet die pokeball eten, want ik heb nog wat over en het staat in de koelkast. Dus ik vind het gezegend. Ik blijf dit keer gewoon bij een normaal broodje en een beetje bouillon. Ja, of tenminste bouillon. Ik heb van die kuppersoep. Nou ja, is eigenlijk hetzelfde dan bouillon, laat me zeggen. Mijn ding is, moet even kantelen naar achteren. Dat, ja... Is lekker, word je ook warm van. En een beker thee met gember er doorheen ga ik nemen. Ja, en dan ginger ale, is ook gember. Dus komt helemaal goed, lieve vrienden. Ja, en ik zal zeggen een hele, nee, zover zijn we nog niet, smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond. En tot later.
Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer eventjes om jullie een welterust te komen te wensen. Ja, want ook dat moet gebeuren, hè. Want we gaan zometeen naar bedje toe om te gaan slapen. En mijn meisjes gaan ook lekker mee. Eentje zit er half achter me. Rijka, die zit daar. En de andere, die is natuurlijk uiteraard boven. En ja, ik ga ook weer een lekkere warme kruik klaarmaken. En niet alleen nog voor mijn voeten, maar ook voor mijn buik. Want dat wil nog niet echt. Maar dat maakt allemaal niet uit. Kan de pret niet drukken. Kan de pret niet boeien. Hoe je het ook maar zeggen wil. Ik zeg wel, van welterusten, slaap lekker en mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Dus ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. My appetite, don't leave me alone.